Voor mijn liefste, deze brief schrijf ik aan jou omdat ik zo ontiegelijk veel van je hou. Je bent voor mij de droomvrouw, een vrouw waar ik God iedere dag voor dank. Het was uiteindelijk zijn liefde die onze ontmoeting deed plaatsvinden. Vanaf dat moment kon ik jou niet meer uit mijn hoofd krijgen. Het was niet normaal. Ik was helemaal over mijn toeren. Laten we als een drievoudig snoer dit avontuur aangaan. Met de liefde van Jezus in ons midden. Want dat is veruit de beste. Kusjes Peter. I feel like I'm walking on water since the day that I asked your father to let go of his daughter. So give me your blessing, sir. I'll give her all that I've got. It doesn't look like much, but it sure feels like a lot. Let her take my heart.